Hi, je kijkt naar weer een nieuwe IDN-update. Dit jaar staat Wooverland in het teken van 25 jaar dance. Sinds die magische Summer of Love in 1988 hebben veel mensen de elektronische muziek liefdevol omarmd. Het enige House Classics Festival van Nederland heeft 25 jaar aan house- en dancehelden opgetrommeld om die goede oude begintijd opnieuw te beleven. Van klassieke techno tot acid en hardhouse, het festival brengt met artiesten als Isis, Remy en Tom Harding een ware ode aan de kwart eeuw oude muziekstroming. Het is weer tijd voor Magneet Festival. Op het Amsterdamse Zeeburgereiland staan 4 weken lang crowdsourcing en participatie door het publiek centraal. Ook dit jaar weer haalt Magneet alles uit de kast om de bezoeker te vermaken en erbij te betrekken. Er is lekker eten, drinken, theater, live optredens en een ruime programmering aan dance acts. Je weet dat de meeste aanmeldingen via het platform binnenkomen, dus dat betekent dat mensen thuis op internet zich aanmelden. Maar ja, niet iedereen kan een plek vinden op het festival, er is gewoon niet genoeg ruimte. Dus wat wij aan de achterkant doen is kijken welke ideeën populair zijn, kijken welke plekken we beschikbaar hebben, waar past een act goed, is dat iets voor de magneetbar. We hebben een hele dance area helemaal met alles erop en eraan, zoals wij dat DJ's en live producers fijn vinden. Maar er zijn nog veel meer andere plekjes ook waar plekjes voor danceprogrammering, DJ's. Hoe selecteer je je producers, DJ's? Wat ik al zei, het is belangrijk om te zien of een idee populair is. Maar dat is niet het allerbelangrijkste. We vinden originaliteit ook heel belangrijk. En we vinden het ook heel belangrijk dat er een heel breed aanbod is. Dus niet alleen gevestigde namen, maar ook jong talent. En niet alleen losse artiesten, maar ook partijen die eigenlijk een gehele beleving meebrengen, zou je kunnen zeggen. Met artiesten als Michel de Heij, Issy Saint Merci en Benny Rodriguez en hostingpartners als Shoeless, Rocket, Cartel en Prisma is er voor iedereen weer veel te beleven. Voor het programma per dag check je de site van Magneet. College Tour, het tv-programma op Nederland 3, heeft voor het nieuwe seizoen niemand minder dan Armin van Buuren weten te strikken. Onder leiding van Twan Huis kunnen studenten elke aflevering vragen stellen aan inspirerende grootheden. De opnames staan gepland op donderdag 29 augustus en de aflevering wordt uitgezonden op vrijdag 13 september. Heb jij altijd al iets willen vragen aan de nummer 1 DJ van de wereld? Meld je dan nu aan via de link op onze Facebook. Dit was IDN Update voor deze week. Bedankt voor het kijken.